de break hier in de studio. Een hele goede avond, jongens. Goedenavond. Ja, jullie komen net van het podium aflopen. Zo is het. Hebben jullie een beetje genoten van het optreden? Zeker, ja. Heel erg, ja, zeker. We stonden op het Singer Songwriter uit het podium. Ja. Was altijd, we hoorden vorig jaar was een beetje een test. En dit jaar weer om het klein te houden op zo'n groot festival is altijd spannend. Maar, ja. Dat is wat goed gelukt. We moesten soms een beetje opboksen tegen de, toch wel binnenwaaiende bassen van ja. Andere podia, maar goed, dat weet je van tevoren. En we hadden een hele leuke groep mensen die wel zin hadden om ook een beetje naar onze liedjes te luisteren. Dus ja, heel blij om hier te mogen staan. Tof om te staan. Ja, wat hebben jullie jullie zelf wel een beetje kunnen laten horen? Net wat je zegt, al die podia's om je heen. Was er wel een beetje bovenuit te komen? Nou, je gaat er niet bovenuit komen als in dat je de kans gaat winnen. Maar we hadden gelukkig goed geluid, waardoor je in ieder geval in de tent zelf echt wel goed meekrijgt wat we doen. Ja. En het is hard werken, omdat je inderdaad soms ook denkt van, hey, waar komt die bas vandaan? Steve, wat zit je nu te doen met dat bassynthesizertje? Want je moet nu helemaal niks doen, maar was hij dat helemaal niet, omdat er gewoon daarnaast ergens een heel lekker stevig basnummer wordt ingezet. Dus nou ja, dat maakt het harder werken misschien dan als je in een plek speelt. Ja, maar ook een veer in de reet aan Dijkpop. Ze willen ook, het moet hard en feest, maar het mag ook verstild en aandacht vragen. Dus dat vind ik wel tof dat ze die stap zetten. Ja. Ja. Ja, want zijn jullie dit wel een beetje gewend op dit punt? Kleine, intieme settings? Die kleine, intieme settings zijn meer dat heel erg. Ja, dus dat, daar zijn we redelijk, hebben we heel veel meters gemaakt. En we hebben ook wel in andere bandjes wel op festivals veel gestaan, maar in deze setting met de break is dit ons eerste festival volgens mij. Wauw. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, dit is ons festival. Hoe vond jij het nou eens? Besef komt even binnen. Huh? Ja. Hey, en hoe was het publiek voor jullie? Want wij West-Friezen kunnen best wel heel stug zijn, maar hoe was dat voor jullie? Oh jemig. Moet ik nu op mijn woorden letten? Nee. Het zijn allemaal mensen om me heen ineens. Heel direct. Dus en zo stug zijn. Ik vind jullie heel direct. En dat vind ik eigenlijk ook wel leuker aan. En dat is ook voor ons heel helder. Als je het leuk vindt, dan zie je dat je het leuk vindt. Als je het niet leuk vindt, weet je wel, dan ook niet. Dus ja. In die en daar is het ook een festival voor natuurlijk. Je kunt ook ergens binnen en je denkt, dit spreekt me aan. Ik blijf zitten en ik ga lekker tot het einde toe blijven zitten. Of je denkt, ik loop nog even verder. Dus dat, en we hadden mensen van beide categorieën. En zo hoort het ook op een festival. Ja. Zeker. Maar jullie stonden natuurlijk ook op een hele mooie plek. Hè, tussen de bier en de wijn teentjes in. Goeie, hele lekkere biertjes ook. Ja. Applausjes voor de speciale biertjes. Ik weet niet, volgens mij heeft Maarten daar degene die ons eerder elders heeft gezien. En volgens mij goed woordje voor ons heeft gedaan, zodat we hier konden spelen. Die heeft ook met het bier En wij zijn ook een speciaal biertje, toch? Ja! Ja, dat is het. We kunnen heerlijk genieten van jullie zomaar. Ja. Ja, toch? Ja. Ja, is dit trouwens ook jullie eerste keer Dijkpop? Of hebben jullie hier eerder gestaan? Nee, dit is onze eerste keer. In dat opzicht de eerste keer, ja. Oké. Okay. Ja, nee. En? Hoe hebben jullie dat ervaren? Nou, dat was super tof. Nou, we gaan het nog ervaren. Ja, precies. Ik wil nu ook wel eventjes het terrein op. We hebben even nu proeven van gespeeld. De en dan ben je vooral bezig met ook toch een beetje met je eigen ding. En hopen dat je goed overkomt. En nu mogen we het loslaten. En ook in het feestgedruis plaatsnemen. Ja, en waar kijk je nu dan nog voor vanavond het meeste naar uit? Ja, zo'n leuke, stugge, Andijkse vrouw aan de haak slaan. En dan ik had het meer over artiesten. Nou, Sander is onze... zijn met vanaf hun 15 allemaal bij elkaar hierin. Shit. Nee, Sander, die weet, dat is onze pop-encyclopedie. Ja, ik vind het zou leuk vinden als het nog een stukje White Lies kan meepakken. Dat is een vette band. Dus dat zal wel weer iets bijzonders worden. En tof dat zij hier staan. Ja, dat ben je zeker niet de enige. Daar kijk ik ook eigenlijk wel een beetje het meest naar uit. Goed smaak. Ja, dank je. Ja, en jullie hebben gisteren nog hoe moet ik het precies zien? Een EP? Volgens mij worden EP'tjes steeds minder liedjes. En volgens mij albums, als je 7 liedjes achter elkaar zet, mag je volgens mij al een album noemen. Ja, volgens mij wel, Het zou denk ik vroeger een soort maxi-single op cd zijn geweest. Maar we hebben in ieder geval 3 nieuwe liedjes de wereld in geslingerd. Oké. Okay. En we noemen het een EP en hij heet Onder het Gras. En kan je daar ook nog wat meer over vertellen? Over het ontstaan van het album, over de nummers? We hebben heel veel en dit waren er 3 waar we op een gegeven moment
ja, dan ga je dan denken van die moeten we op de band gaan zetten. Want die ik denk misschien in het kort, wij wonen allemaal 50 meter bij elkaar vandaan in Tuin op Nieuwerdam. En ik denk dat wij zijn vaders. En als je een kind hebt, dan word je weer softer dan dat je ooit was. Ja. En ik denk dat je in die mengelmoes van, oh, wat is de wereld hard. En ik heb kinderen, hoe ga ik deze wereld aan? Dat daar altijd zeg maar de basis is van waar onze liedjes over gaan. Dus omdat het gas gaat over vluchten. Kleine letters gaan over de algoritmes die ons overnemen. En haal jezelf maar uit elkaar is eigenlijk een soort, ja, misschien een anti-protest die tegen de maakbaarheid van het leven. Want die is niet altijd maakbaar.